Ik leef met een botkanker, Ewing-sarcoom. Vrij zeldzaam, maar bijzonder agressief. Brute pech. Een gepersonaliseerd celvaccin dat het immuunsysteem van de kankerpatiënt instructies geeft om de aanwezige tumorcellen op te ruimen, het is een veelbelovende therapie. In het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen heeft onderzoek naar de cellen die een leidinggevende rol spelen in ons immuunsysteem al voor een doorbraak gezorgd bij de nabehandeling van leukemiepatiënten. De cleanrooms van het Multidisciplinaire Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde zijn in België het eerste en enige academische celtherapiecentrum met een goedkeuring voor de productie van dit celvaccin. Er wordt een bepaald type witte bloedcellen uit het bloed van de patiënt ingezameld. Dat duurt 4 tot 5 uur. En in die tijd is er 12 tot 15 liter bloed in het apparaat gefilterd. 5 uur je armen niet bewegen is lastig, maar meer hinder is er niet. In de steriele cleanrooms van het CCRG start meteen de bereiding van het vaccin. Na een hele reeks manipulaties worden de gezuiverde en uitgeselecteerde cellen met een groeimedium in kweekflessen gebracht en in de broedstoof geplaatst. Hier zullen de monocyten uitgroeien tot superieure leidinggevende dendritische cellen. In een volgende fase worden de dendritische cellen geladen met een kankereiwit. Dan worden de cellen weer even in de broedstoof geplaatst. Er worden verschillende aparte porties ingevroren. De volgende dag worden de ingevroren cellen voor een korte quarantaine overgeplaatst naar de stikstoftank. Als het vaccin klaar is, wordt een spuitje gevuld met ongeveer 10 miljoen actieve dendritische cellen. Zij gaan een cruciale rol spelen in de strijd van het immuunsysteem tegen de tumorcellen. Je eigen sterk gestimuleerde cellen inzetten in de strijd tegen kanker, dat is immuuntherapie. De patiënt krijgt een extra kans op herstel. Het is hoopvolle therapie, de weg vooruit in het kankeronderzoek. Heel veel onderzoek blijft nodig, want er is nog heel veel te leren en dat kost handenvol geld. Hoop steunt. U steunt toch ook?